Klik op Join. Voer de Zoom-code in. Zorg ervoor dat je beeld aanstaat. Zo, en dan ben je in Zoom. Dan zit je in de uitzending. Broadcast. Het is belangrijk dat je iets doet met de volumeknoppen. Helemaal links onderin zie je het woordje mute staan met zo'n microfoontje. Daar moet je op drukken en die moet rood worden, want die mute die moet uit. Dat zorgt er namelijk voor dat er geen omgevingsgeluiden zijn. Maar je moet wel natuurlijk degene die de groep leidt of hoedt kunnen horen. Dus dan ga je helemaal naar de rechteronderkant en dan zie je het woordje more staan. En als het goed is zie je daar audio connect, audio disconnect staan. En dat is belangrijk dat je daarop drukt. In de app druk je hierop. Je hebt ook nog helemaal links bovenaan zo'n geluidshoorntje. Luidspreker heet dat. On of off. En ik zeg je heel eerlijk, ik weet niet precies wat je daar moet doen. Maar het belangrijkste is dat jij niet te horen bent, maar degene die de boel leidt wel te horen is. Goed, dan zie je ook nog allemaal verschillende vierkantjes in het scherm, waardoor je dus allemaal verschillende vrouwen ziet. Je kunt op het schermpje drukken van degene die de kring hoedt. Dan wordt zij het grootst. Je kunt doorscrollen en dan zie je alle andere vrouwen. En zo kun je zien met hoeveel we in de kring zijn.